Ja, nou toch wel een beetje, ja. Ja, en terecht natuurlijk. Want je hebt kunstschatten meegenomen. En je weet het maar nooit natuurlijk. We komen als twee rijke kerels aan buiten dan. Zeker, daar gaan we wel vanuit. We komen bij je terug. Zeker, succes. Okay. Dag. Ja, ik heb een vriend geholpen met het leegruimen van een huis. En toen stond dat doosje ergens verstopt. Toen dacht ik, ja, wat is het? Ik maakte het open en ik zag het. Toen dacht ik, ja, dat vind ik zo mooi. En toen mocht ik het gewoon meenemen. Ja. Nou, dit is een heel mooi vroeg portretje. En met vroeg bedoel ik vroeg 16e eeuw. Dus ik denk zo tussen 1500 en 1525. Stijl is Duits. Je kunt zien dat het op perkament geschilderd is. Hè. Het is dus wat je noemt gouache, dus een dekkende waterverf. En dat is voor die tijd een hele gangbare manier van schilderen. Het is bedoeld als miniatuur. Niet in dit doosje. Dit is een penningdoosje, waarschijnlijk uit de 19e eeuw. Het zal dus in een lijstje gezeten hebben. Het enige wat een beetje jammer is, de waterschade. Maar dit zijn de dingen die je echt niet elke dag ziet. U hebt wel iets bijzonders gevonden in die zin. Want als je dit in de kunsthal koopt, zelfs in deze staat, dus wil zeggen met die vlekjes, vergeet het doosje, dan denk ik dat je gauw 6.000-7.000 euro betaalt. Zo, oké. U hebt een heel vroeg bijzonder portretje. Ja. Kijk maar zo mooi die baard geschilderd is. Ja. Het is echt super fijn. Oké. Wauw. Ja, dank u wel. Met u mee opruimen de volgende keer. Een feest voor het oog. Wat een kleuren, wat een mooie vormen. Hier zien we natuurlijk meteen Gerrit Rietveld. Ja. Althans, wat van zijn ontwerpen in miniatuur. Dit zijn echte verzamelitems. Ja? ADO, kindermeubeltjes. En ADO, dat stond voor arbeid door onvolwaardigen. Oh. En die onvolwaardigen, dat waren sanatoriumpatiënten. En deze onvolwaardigen, zoals dat toen nog niet zo subtiel werd genoemd. Nee. Die gingen poppenmeubeltjes en blokkendozen en dat soort dingen maken. Verantwoord kinderspeelgoed. Ik heb ooit een bejaarde dame gesproken. Zij vertelde hoe ze als kind in de jaren 30 heel mooie Belgische poppenmeubeltjes had. Dus met veel krullen en toeters en bellen. Lekker kitscherig. En dat dat door haar ouders werd afgepakt. En dat ze ADO ervoor in de plaats kreeg. Omdat dat verantwoord was. En beter voor het kind. Hè, de ontwikkeling. Oh, God, en modern. Ja. Ja. En ze heeft tranen met tuiten gehaald, vertelde ze. Want ze zat helemaal niet te wachten op dat modernisme. Nee. Maar nu vinden we dat prachtig. Want moet je kijken wat een ontwerp. Ja, hè? Dat is gewoon art deco. Ja. Op poppenniveau. Maar het was niet goedkoop en het was niet voor iedereen. Dus de waarde van zo'n set bij elkaar is nu, zeg, 600 euro. Oh, dus dat is niet gek. Dat is zeker niet gek, nee. En er werd er geroepen, brand. Ja. En het was wat. Een stok met een leeuw erop en een wapen. Derde commandeur. Dit is een espelstok. Echt volkskunst. En dat heeft alles te maken met het bestrijden van brand. Mm-hmm. En als je dat al had, daar werd mee op de grond geslagen. Dat had allerlei. Daar kon je van allerlei dingen mee doen. Want die brandweermannen, die moesten dan net opvolgen. Dus van voor 1800. En als je goed kijkt naar de polychromie, dan is dat nog origineel. Dus er zitten niet weet ik hoeveel verfvlagen op. En die leeuw die kijkt, vind ik toch heel stoer. die staat zijn mannetje wel. Hoe bent u in het bezit gekomen van dit ding? Ja, wij hebben hem geërfd van mijn vader, onze vader. En we weten dat hij hem weer geërfd heeft van zijn vader. En onze opa, die zat ook bij de vrijwillige brandweer. Kijk, in Zaandam. Daar heb je het al. Ja. Wat is dat dan waard? Ja, goeie vraag. Goeie vraag. Dan ben ik heel snel verliefd op zoiets. Maar ik zet er 2000 euro op. Zo. Voor de staf. Voor de staf van ons vader. Ja. Of van opa. Van opa. Dat is toch niet zo slecht? Nee, toch? U heeft een schattig kannetje meegenomen. Maar wel met een paar deukjes. Wat is het eerste wat opvalt? Het komt uit de grond. Het komt uit de grond? Ik weet het ook niet. Heeft u het zelf uit de grond gehaald? Mijn vader. Uw vader? Een slopersbedrijf in Leiden. Mm-hmm. En die heeft het uit de grond gehaald. Ja. En haalde die veel uit de grond? Ja, behoorlijk veel. Ja? Ja. Heeft u een huis vol met spullen van hem? Nee, dat niet. Ik vind niet alles mooi. Nee. Maar dit vindt u wel mooi? Ja.
Poetst u hem? Nou, dat heeft mijn moeder gedaan. Oh. Met teakolie. Met teakolie? Ja. Want hij glimt wel een beetje. Ja, dat is niet mooi, hè? Ja. Nou, we gaan eens vragen of dat mag. Ik denk het niet. Teakolie en tin. Is dat een goede combinatie? Ik zou het persoonlijk niet doen, maar een stuk bodemtin wat zo uit de grond komt en gewoon opwrijft met een wollen doekje, dat geeft al zo'n glim. En dat is eigenlijk al genoeg. Ja. Ja. Is dat een verzamelnaam, bodemtin? Ja, dat kan je zo zijn. Er zijn in Nederland en ook in het buitenland echt verzamelaars die dus bodemvondsten en dan bijvoorbeeld tin verzamelen. Tin is natuurlijk van oudsher grijs en werd gepoetst als een soort vervanging voor het zilverwerk. Maar een bodempatien is eigenlijk wat de mensen graag zien. Daar worden jullie nog blijer van als worden experts. Daar worden wij heel blij van. Ja. Wat voor kannetje is dit? Het is een bierkannetje en dat werd echt uit het kannetje rechtstreeks gedronken. Je pakt het kannetje op, klepje open. Klepje open. Zuipen. En zuipen maar. En als je hem helemaal het onderste uit de kan wilde, dan kreeg je de deksel op je neus. Daar komt die uitdrukking van. Precies. Van dit kannetje. Ja. Dit is tweede helft 16e eeuw, zeg maar 1560, 1580. Zo. Goed oud. Dat is zeker oud, ja. Ik heb het al 60 jaar in bezit. Dus ja. Op de deksel zien we het wapen van Leiden, de gekruiste sleutels. Ja. Heel duidelijk herkenbaar, hoe mooi kan het zijn. Ja. Daar is het ook gevonden. Het feit dat ik kan zeggen dat 16e eeuw heeft iets te maken met de dikte van het lichaam, dikte van tin. Dus dat is net een beetje dikker als anders. Het model, dus dat laaggezakte buikje. En vooral ook die stantring. Die zo schuin wegloopt en dan een stukje recht. Dat is typisch voor de 16e eeuw. Okay. En wat ook heel duidelijk voor de 16e eeuw is, is die eenkakige montering van de deksel aan de kam. Dus je hebt twee kaken, die, zoals je dat noemt, of scharnier. Twee kaken die aan het handvat zitten en één kaak aan de deksel en daar zit een pin doorheen. Ja. En zelfs ook nog het handvat. Het handvat is het ware driehoekig. Het loopt een beetje schuin weg. Zo. Ja. En dat duidt allemaal op die 16e eeuw. Wat zit hier bovenop? Daarboven zit de duimrust op. Dus dat kannetje wordt dus zo beetgepakt. En zo de deksel open gedaan. En dat noemt men dus de duimrust. En die twee eikeltjes, dat is ook weer typisch iets voor de 16e eeuw. Ja, ja. Wat natuurlijk opvalt. Hij is behoorlijk geduikt. Ja, de leesgeschiedenis van het kannetje, dat weten we niet meer. Nee. Maar gezien de patien heeft hij die deuken, want die patien zit ook in die deuken. Dus hij is gedeukt de grond ingegaan en toen die patien gekregen. Nou zou je natuurlijk die deuken eruit kunnen laten halen door een restaurateur. Alleen het risico is dan wel dat de patien eraf springt. Oh. Mm. Of dat je krakelee in de patien krijgt en of dat nou te goede doet weer van het kannetje, dat is een keuze. Ja. Zou jij het doen? Ik zou het erop wagen, ja. Okay. Ik zou het erop wagen. Mm. Want als die mooi strak is, dan kijk je er toch nog een beetje anders naar. Ja. Ja. Mooi collectors item? Absoluut. Er zullen genoeg mensen zijn in Nederland die dit aan hun verzameling zouden willen toevoegen. Wat staat hier voor potje aan waarde? Ik zou dit potje willen waarderen op 7.500 euro. Zo. Nou, dat had ik niet gedacht. Ja. Nee. Zo.